tijd ook totaal andere dingen juist gespeeld dan met dan Toets Tielemans-achtige dingen. En op een gegeven moment denk je van, nou ja, ik luister ook veel naar hem. Natuurlijk heeft hij mij beïnvloed of beïnvloedt hij iedere mondharmonica-speler. En op een gegeven moment denk ik van, nou, ik hou me er niet meer zo meer mee bezig. Je blijft altijd kritisch, net als iedereen of zo. Maar ik geniet er nu wel meer van. Ik merkte op een gegeven moment, als ik me veel beter voorbereid, en dat kan soms tot op obsessief goed voorbereiden zijn, dan geniet ik er ook meer van op het moment dat ik er sta. Dus dan heb je ook eindelijk, als je niet meer al die twijfels of dingen hebt, dan kan je op het podium ook echt met je medemuzikanten communiceren, weet je wel. Dat is natuurlijk het allerleukste.